de Tesla Model 3. Een auto die zo gehyped is dat hij eigenlijk geen intro nodig heeft. En vandaag gaan we zoeken of de hype echt wel real is. Het lijkt wel of we een eeuwigheid hebben moeten wachten op de Tesla Model 3. En dat klopt wel ergens, want in juni 2017 werden de eerste modellen al geleverd in Amerika. En nu is het aan Europa. En iets egoïstischer, u is aan mij. Bon, laten we beginnen met het uiterlijk. En de Tesla Model 3, dat is een sedan zonder overdreven lijnen of futuristische gekke uitsparringen en wat dan ook. En dat is een van de sterktes van Tesla, want Tesla wil vooral een normale auto maken, ook al is die elektrisch. Belangrijker voor onze Belgische wegen is dat deze Model 3 ruwweg even groot is als de Mercedes C-klasse, waardoor hij zich veel beter thuis voelt dan de veel grotere Model S. Dat merk je ook tijdens het rijden. Nu, elektrische auto's die weten altijd goed hun gewicht te verbergen. Simpelweg omdat het zwaarste deel van die elektrische auto helemaal onderaan zit. Maar deze Model 3 die weegt nog eens 300 tot 400 kilogram minder dan pakweg een Jaguar I-Pace of de Tesla Model S. En vooral tijdens het remmen merk je duidelijk dat verschil. Het is een van de slimste zetten die Tesla genomen heeft bij de ontwikkeling van deze Model 3. Want natuurlijk had Tesla stoer kunnen doen en meteen een van de potgerukte versie met 100 kWh kunnen lanceren. Maar dat doen ze niet, want dan zou het gewicht vlot over de 2 ton hebben gehaald. Deze versie die heeft 75 kWh aan batterij en koppelt dat aan 2 elektromotoren. Eentje op de vooras en eentje op de achteras. Die elektromotor vooraan die leent hij van de Model S en de Model X. Achteraan heeft de Model 3 een iets conventionelere elektromotor, lees iets goedkoper. Nu, los daarvan, deze auto heeft nog altijd 462 pk, 639 Nm koppel, waardoor je dus geen 3,5 seconden nodig hebt om naar de 100 te sprinten. En de top, die ligt ook boven de 260 km per uur. Daar sta je dan met je Duitse 3-reeks. Dat zijn alleen cijfers waarmee je gaat uitpakken aan de cafétoog. Het is veel indrukwekkender dat Tesla die cijfers weet te koppelen aan een economische rit. Tesla zegt zelf dat je 530 tot 560 kilometer ver moet geraken met deze Model 3. Wij rijden zonder problemen toch wel 400 kilometer. En dat is straf, zeer straf voor een elektrische auto van dit kaliber. Zeker als je weet dat we 1. Niet echt ecobewust gereden hebben, 2. De temperaturen niet boven de 10 graden zijn gekomen de voorbije dagen en 3. Hier staan Michelin Pilot Sport 4S'en onder. Dat zijn dezelfde banden als onder een Porsche 911, dus het is zeker geen eco-karretje. Extreem plezant dus tot hij plat zit, want hoe zit dat juist met het opladen? Wel, we hingen hem thuis aan het stopcontact, het gewone huis- en tuinstopcontact, en kwamen tot de vaststelling dat hij aan 1,9 kW per uur oplaadt. Dat berekent zich ongeveer tot 11 km per uur aan extra range. Dat is niet zo geweldig, hè? Nu, hang je hem thuis aan zo'n snellaadbox, dan stijgt dat getal naar 8,6 kW per uur. En dat laat zich ongeveer omrekenen tot 50 km extra range per uur. Dat is meer dan genoeg voor de meeste verplaatsingen dat je hiermee zal doen. Wil je hem gaan snelladen, dan ben je afhankelijk van enkele factoren. Enerzijds is het natuurlijk niet gratis, dat snelladen. Ten tweede moet er uiteraard een paal in de buurt zijn. En ten derde, dat snelladen mag dan wel geweldig klinken. In de realiteit is het nefast voor de levensduur van de batterij. Dus toch maar gewoon thuis braaf aan het stopcontact hangen. Met de focus op die aandrijflijn, de range en de performance zou je trouwens nog vergeten dat deze Model 3 pas in de tweede plaats een auto is. Want we gaan er niet een oordeel over doen. Dit is eigenlijk gewoon een tablet waar ze toevallig 4 wielen aan hebben gehangen. Kijk maar eens naar het interieur. Het is omdat Tesla nog verplicht een stuur moest installeren dat hier überhaupt nog een stuur in staat. De gehele gebruikersinterface voelt dan ook heel, ja, on-auto aan. Alles reageert en werkt zoals je het op de tablet thuis zou verwachten, waardoor je binnen een mum van tijd aan het swipen, klikken en zelfs aan het gamen bent. Gek of geniaal? De lijn is soms zeer dun. En oh ja, hebben we al gezegd dat de autosleutel gewoonweg je smartphone is? Allemaal hoogtechnologische snufjes, daar zal waarschijnlijk een riant prijskaartje aan vasthangen. Wel, niet helemaal. Toegegeven, de Model 3 die hier staat, de Performance, die kruipt naar de 70.000 euro, maar Tesla heeft net een versie van $40.000 gelanceerd in Amerika. Komt die auto naar hier met een 50 kWh batterij voor pakweg €48.000, de leasingmarkt die gaat niet weten wat er gebeurt. Ik heb het niet zo voor hypes. Ik vind de Jaguar E-Type niet de mooiste auto ter wereld. Ik vind de Nissan GT-R vooral een dreunende trombone, maar dit, Tesla, we moeten eens praten, want ik wil er echt eentje. Ben ik nu net een Tesla-fanboy geworden?
We gaan het hebben over de Mazda 6. En de 6 is een auto die u veel te vaak over het hoofd ziet als u zich een nieuwe, betere middenklasser wilt aanschaffen. Want dit is een auto die, zoals u hem hier ziet, 40.000 euro kost. En als u bij de concurrentie gaat, en die is meestal uit Duitsland, dan betaalt u minimaal 50% meer voor een gelijkaardige uitrusting. Kortom, dit is een aanbieding en we gaan eens kijken waarom en of u terecht deze Mazda 6 negeert. Ja, Mazda dus. En we beginnen met een anekdote, want we gaan naar de keuring met de meer dan 20 jaar oude Demio van ons moeder. En de man in het keuringsstation zegt, Mazda's moeten eigenlijk vrijgesteld worden van keuring, want daar scheelt toch nooit iets aan. Om u maar te zeggen dat Mazda's een huizenhoge reputatie hebben wat de betrouwbaarheid betreft. Twee Mazda's, misschien weet u dat niet, worden gebouwd in Hiroshima. En mensen al daar weten best hoe een verwoeste wereld eruit ziet. Dus op het moment dat zij zich bezighouden met het milieu en de vrijwaring daarvan, dan heb ik in ieder geval de neiging om ze te geloven. Alleen, Mazda bewandelt nogal aparte wegen. Geen spoor van elektriciteit, geen spoor van plug-in hybride. Kortom, niets daarvan bij Mazda. Daar hebben ze het Skyactiv verhaal. En wat wil dat zeggen? Dat Mazda bij het verplaatsen van mensen in een auto van A naar B zo weinig mogelijk probeert te vervuilen. En volgens Mazda is dat gewoon het beste te bereiken door de bestaande technologie, dingen die we al kennen, te optimaliseren. En dat gaat van een lager gewicht in de auto's zonder dat daardoor veiligheid of stijfheid in het gedrang komt, tot het beter benutten van de energie die verbrandingsmotoren nodig hebben, tot het verminderen van wrijvingen allerhande, kortom tot het economiseren van elke druppel brandstof die u nodig hebt om een kilometer te rijden. Skyactiv heet dat dus bij Mazda. En we kunnen in ieder geval zeggen dat het rijplezier als dusdanig daar geen centimeter onder leidt. Dit is een auto, en je voelt het dadelijk, die gemaakt is door ingenieurs, wat meestal het geval is, maar waar ook de ingenieurs het laatste woord hebben en niet de marketingmensen, nog het testpubliek. Alles aan deze auto klopt. Rijhouding, je zit fantastisch, goede stoelen, opstelling van alles wat dat je nodig hebt om met een auto te rijden. De pook, het scherm, het stuur, de pedalen, het staat allemaal helemaal juist. En dat is natuurlijk een van de voorwaarden om een prettig rijgevoel te hebben. En dat heb je met deze 6 hoe dan ook. De ophanging geeft je alle nodige informatie die je nodig hebt om te weten waar je auto mee bezig is, zonder dat ze daarom keihard is. Integendeel, vrij comfortabel. Een motor die, en in dit geval is dat een diesel van 2,2 liter inhoud, ruim 160 pk. En bijna 500 newtonmeter, dus dat is redelijk opschieten, ook al omdat deze auto niet topzwaar is. Voor deze klasse is het één van de lichtste auto's. En dan is het bovendien niet eens beknibbeld op de ruimte. Dit is een zeer ruime auto. Deze Mazda 6 brek is dermate ruim dat verhuizingsfirma's een protestactie overwegen tegen de afmetingen van deze 6. Bovendien is die ook nog eens praktisch in te delen met een neerklapbare achterbank die gedeeld neerklapbaar is en waarbij je dus een geweldig lange laadvloer krijgt. Vooraan, natuurlijk zit je vooraan goed, maar ook achteraan op de bank kan je met 3 mensen terecht. Dus 5 mensen vervoeren is totaal geen probleem. Met 5 op wintersport is misschien een beetje lastig als je zelf je skis wilt meenemen. Maar alles bij elkaar is dit door ruimte, stilte, ook bij hogere snelheid, een geweldige reisauto. Het rijden is hier niet vermoeiend, omdat het rijden met een 6 bijzonder aangenaam is. Dit is wat de Britten noemen een driver's car. En hij heeft geen automaat. En dat vinden we in deze Mazda 6 absoluut niet erg, want de bak
schakelt alsof je door de boter gaat. Koppeling is licht en toch prima aan te voelen. Dus dat is prettig schakelen, heen en weer. En Mazda bewandelt ook andere wegen als het gaat om de inrichting van zijn auto. Een fysiek dashboard, keurig. En een scherm dat nu eens geen touchscreen is, maar met de centrale knop op de middenconsole kan bediend worden. Simpeler kan het leven niet zijn. En bovendien, het is maar o zo veilig, want het kan intuïtief en blindelings. En daar gaat het toch om bij het autorijden, dat je je ogen op de weg houdt. En dan zit deze 6 ook nog eens boordevol veiligheidsassistenten. Rijvakherkenning, afstandsherkenning, automatisch stoppen. Het zit er allemaal op. En natuurlijk een goede ABS en een goede slipcontrole. Eigenlijk is een rijbewijs ook nog bijna overbodig. En het zijn ook assistenten die niet te pas en te onpas en opdringerig je komen vertellen wat je te doen en te laten hebt. De informatie die je krijgt is accuraat. Zo simpel kunnen de dingen soms ook zijn. Het is, om samen te vatten, ons een raadsel waarom u niet vaker voor een Mazda 6 kiest. Dit is een auto die alles mee heeft, die geen minpunten heeft, die zijn werk op elk moment doet als zijn chauffeur dat verlangt. En ook nog eens op een manier dat die chauffeur nooit voor verrassingen komt te staan. En als u zegt, ja, een 2.2 diesel, ik wil geen diesel, dan heeft Mazda ook nog een rits fijne benzinemotoren klaarstaan, zonder turbo, met een behoorlijke cilinderinhoud, want Mazda gelooft niet in downsizing, maar in right-sizing. En de CO2-cijfers geven ze met de nieuwe testcyclus ook nog eens gelijk. Dan zou ik zeggen, kies dan voor een 2.5 benzinemotor, bijna 200 pk. En als u dan nog een beetje centen over heeft, zouden we ook nog eens voor de vierwielaandrijving kiezen. En dan heeft u een auto waar u overal mee naartoe kan en ook nog eens met plezier overal mee naartoe gaat. Trouwens, Mazda gaat nog een stapje verder met de Skyactiv X. En samenvattend en een beetje kort door de bocht gaand, kunnen we stellen dat Mazda daar een diesel heeft gebouwd, maar waarmee je benzine kan tanken. Dat is zo'n beetje het beste van de twee werelden. Als je ons vraagt of wij een 6 zouden kopen, dan willen we daarop volmondig ja zeggen, gesteld dat we een gezin hadden met twee kinderen. Gelukkig zijn we al door de kinderen heen en kunnen we onze keuze dus op andere maatstaven oriënteren. Om het in de termen van een ander televisieprogramma te zeggen, wat ons betreft krijgt deze Mazda 6 een welverdiende 9 en niet eens alleen voor sfeer en gezelligheid. Dit is de Yamaha XSR 700 X-Tribute. En in die X-Tribute zit een heel bekende merknaam vervat, namelijk die van de legendarische Yamaha XT500. En daar hebben ze bij Yamaha goed naar gekeken bij het opnieuw creëren van de XSR 700. Er zijn al heel wat versies van op de markt, maar deze verwijst onverbloemd en overduidelijk naar de XT500. Waarmee Yamaha in 1976 op de markt kwam. En die XT, dat was eigenlijk de basis van een hele generatie motoren. Daar zijn heel veel andere versies van uitgekomen. En de meeste daarvan waren gericht op avontuurlijk lichtjes offroad rijden. Maar het is natuurlijk ook uitgegroeid tot een icoon met een uitstraling die heel bekend is geworden. Met daarbij bijvoorbeeld die zilverkleurige tank en de goudkleurige wielen. En dat vind je precies terug op de XSR X-Tribute. Nu, waarom is dit een andere motor dan de XT waarnaar hij verwijst? Wel, hij is gebaseerd op het lid uit de Faster Sons familie van Yamaha, de XSR. En dat is eigenlijk gewoon een wegmotor. Ze hebben er andere dingen mee gedaan. Mooi breed stuur opgeplaatst,
aandacht voor detail ook, zoals die oranje knipperlichten, waardoor het weer duidelijk wordt dat het naar het origineel uit 76 verwijst. En andere details, zoals de rode lijnen op de tank en zelfs de offroad grips op het stuur. Dus er zit een vleugje offroad in. Dat hebben we ook gedaan vandaag. We zijn ermee op een verhard strand hier in Catalunya gaan rijden. Ja, en dat is dolle pret, want deze motorfiets heeft met zijn tweecilinderblok best wat koppel. 73 pk, maar ook een heel goede vermogensafgifte. Koppel onderin, waardoor je op dat soort harde zand kunt gaan driften. En er is geen tractiecontrole. En dat is eigenlijk in dit geval bijna wel een pluspunt te noemen, want je kunt gaan stoeien, het wiel laten spinnen en een beetje alles doen wat de nieuwe hippe motorrijders doen. Driften, verwijzen naar de 70s en er goed uitzien. Nu, dat laatste is vooral voor de motor het geval, want ja, de details die zijn toch wel heel goed bekeken. Naast die details zijn er ook de kwaliteiten. Dat wil zeggen een vlot draaiend tweecilinderblok, een goede set remmen, zowel voor als achteraan. En vooral een ophanging die het rijden tegelijkertijd comfortabel en sportief laat zijn. Als je het totaalpakket gaat bekijken, dan zie je dat deze motorfiets niet nadrukkelijk anders is dan alle andere X6R modellen. Maar hij is wel in details anders en die details maken precies het verschil. Want hij heeft de geschiedenis mee door zijn uitstraling en hij heeft het huidige mee door zijn technologie die erin schuilt. Die crossplane technologie die van dit tweecilinderblok een heerlijk soepel blok maakt. Het ABS vooraan, het digitale dashboard. Dus al die dingen zijn helemaal mee met hun tijd. Blijft de vraag voor welke doelgroep deze motorfiets bestemd is? Wel, daar is niet zo in één zinnetje een antwoord op te geven. Want je kunt er heerlijk vlot mee rijden. Het is dus ook een stadsmotor, maar tegelijkertijd heel sportief. Het is een sportieve naked met daarboven die uitstraling van de retro classics erbij. Ja, dan kom je waarschijnlijk aan een publiek van mannen die kennis hebben van het verleden, dus boven de 30 of 40 jaar zijn en die er toch wel wat uitstraling willen bovenop gooien. Het goede van de zaak is dat die uitstraling in dit geval niet zo heel veel kost. €8.700 voor een motorfiets met al deze kenmerken, dat is best een goede prijs.